Ik ben Sebas, ik kom uit Zaandam. 7 jaar geleden zelf dakloos geweest. Met ondersteuning van mensen zoals StreetSmart. Ik heb mezelf eruit weten te halen. Ik ben met de opleiding begonnen. Een opleiding ervaringsdeskundigheid bestaat om op een verantwoorde en goede manier je ervaring in te zetten in de hulpverlening. Ik heb op dit moment mijn eigen woning in Zaandam. Ik werk fulltime op de 24 uur opvang. En ik ondersteun StreetSmart bij het ophalen en wegbrengen van donaties. Daarvoor heb ik op de winteropvang gewerkt. Winteropvang, daar krijg je echt de puurste dakloze mensen te zien. Dus de eerste plek waar ze binnenkomen, waar we mensen in beeld brengen. Waarna ze aangemeld kunnen worden voor de 24 uur opvang, waar wij op dit moment zijn. StreetSmart zamelt zoveel mogelijk geld in en producten om de daklozen in eerste hand te ondersteunen. Op straat of in de opvang waar behoefte aan is. Iets heel praktisch, sokken. Ik was in de herfst, ben ik dakloos geweest, heel veel regen. Krijg je natte sokken als je 3 dagen met natte sokken loopt. Ja, dat gaat enorm pijn doen. En vandaar dat StreetSmart en HPO Querido droge, schone sokken en ondergoed als prioriteit stelt. Het belangrijkste is, als mensen op straat zijn, om ze een basis te geven. Een dak is het belangrijkste. En van daaruit kan je mensen niet zomaar loslaten. Wat StreetSmart dan doet, is ook bemiddelen met werkgevers. Eventuele werkgevers, zoals restaurants of in het netwerk. Als mensen weer stabiel zijn, om daar ook verder in te groeien door middel van een baan. StreetSmart helpt niet alleen met de praktische zaken, maar ook met de ondersteuning in de opbouw. Mijn wens voor alle Amsterdamse daklozen is dat iedereen die recht hebben op opvang, ook mensen die geen recht hebben op opvang, in ieder geval de ondersteuning krijgen om een leven weer op te bouwen. Dat kan opvang betekenen, maar dat kan ook sociale ondersteuning zijn. En ik wens dat iedere Amsterdammer wat meer aandacht heeft voor onze doelgroep. Een simpele gedag, een simpele hallo, gezien worden is heel erg belangrijk voor de mensen. Maar wat belangrijker is financiële ondersteuning, zodat we ook producten kunnen kopen voor de mensen. Zoals de sokken waar ik het eerder over had. Of een tandenborstel of tandpasta, u noemt het maar op. Dus vandaar is dit benefietdiner ook georganiseerd. Dankjewel en doneer.